Goedemorgen jongens, ik ga even snel vertellen wat ik ga doen vandaag. Ik ga zo richting het centrum, want ik moet even naar Hema om een babyfoto van mezelf af te drukken. Ik ga zo naar een babyshower van Ruba en dan moet ik dus een babyfoto op mijn cadeautje plakken. En dan moet zij dus raden van wie die babyfoto is. Dus ik ga hem even snel afdrukken bij de Hema. Daarna ga ik nog even kijken of ik iets met bloemetjes kan vinden in de stad. Want het thema van de babyshower is floral. Het enige wat ik floral heb zijn mijn slippers. Mijn slippers zijn floral. Nee, ik had gewoon echt helemaal niks thuis. Ik heb alleen maar een trui met bloemen erop. En het is best wel warm weer buiten, dus ik ga geen trui aandoen, want hij is echt warm. Ik neem mijn cadeautjes mee en dan ga ik richting de stad. Ik hoop dat ik alles nog op tijd kan doen, want ik heb echt nog heel weinig tijd. En ik weet echt niet waarom ik altijd alles de laatste minuut doe. Ik heb er echt gewoon stress van gekregen. Maar goed, ik ga snel heen en dan heb ik afgesproken met Joestra. Die ga ik bij de Bijenkorf ophalen en dan gaan we samen naar de babyshower. Trouwens, deze had ik gisteren gekregen bij Hudson's Bay en die is echt lekker. Dus die heb ik lekker in mijn tas gepropt. Besef, ik ben net gewoon vergeten om mijn cadeautjes mee te nemen. Ik heb ze snel opgehaald en nu ga ik snel weg. Besef, ik dacht gisteren dat mijn auto kapot was. Want hij maakte echt elke keer een geluidje als ik ging sturen. Tenminste op het einde voor het parkeren. Maar ik ben dus ergens tegenaan geknald. Dus heb ik even mijn auto weggekeken gekeken en ik ben gewoon ergens tegenaan geknald. Yes, toppie. Maar mijn auto doet het dus weer. Alleen hij stuurt wel meer naar rechts dan naar links. Ik weet niet, ik laat het nog even nakijken. Mijn auto doet het dus gewoon. Dus nu ga ik gewoon lekker naar de babyshower met mijn eigen auto. Want Nesje zal me afzetten en dat vond ik echt helemaal niet leuk. Ik ben echt blij dat mijn auto heb, jongens. Ik ben echt blij. Nu kan ik alles op mijn gemakje doen. En dan hoeft Nesje hem ook niet mee, want... Ja, hij kan dan lekker uitslapen. Het is nog best wel vroeg, weet je wel. Ik moet echt opschieten. Ik loop nu naar de Hema toe om een foto te drukken. Maar het is al 1:30. Ik had 1:30 afgesproken met Joestra. Dus het moet echt snel zijn. Dus echt gewoon, het wil echt niet lukken. Ik heb echt een probleem nu. Oh mijn god, jongens. Ik heb eindelijk de foto. De medewerker van de Hema heeft me echt zo goed geholpen. Het lukt me gewoon echt niet. Hey guys, ze zijn eindelijk aangekomen. Ik ben nu met Joestra. Ze hebben echt zo'n heel mooi cadeautje. Kijk mij dan. Ik ben echt zo gelukkig. Oh, we zijn er. Oh, we zijn er alweer. Het is trouwens hier bij het Wereldmuseum. Kom, we gaan naar binnen, Joes. Ja, gek hè. Het is echt kapot veranderd. Dik zak wel hoor. Dat kun je wel kijk, zien. Kijk, die bootjes zijn ook echt. Altijd bol. Dit ben ik jongens. Als baby. Oké, we hebben een lekker champignons gekregen. We hebben net lekker een ijsje samen gegeten. We gaan daarna naar de studio. En ik ga lekker bij Saranda chillen. Want Fanny gaat met hem mee. Hoe was je ijsje? Lekker. Mijn auto is kapot, hè, Nessie? Nee, auto is niet kapot. Ik had toch gezegd, mijn
auto kapot was. Hij is echt pissig op mij, want hij vindt ik geen verstand van auto's. Ik heb twee keer in je auto gereden vandaag en je dit alsof er maar echt... Maar wat was er nou mis met mijn auto? Hij is er gewoon niet... Hij is het niet je moet hem laten uitlijnen, maar dat is niet zo'n groot probleem. Mijn stuur ging helemaal naar rechts. Nee, en als helemaal ik het, naar rechts. Als ik het losliet, dan ging hij helemaal naar rechts. Helemaal niet. De hele auto ging naar rechts. Zij doet alsof, zeg maar, wanneer je die stuur loslaat, dat die auto in één keer naar rechts gaat. Zo, ik ben zo stuk gaan bij één stukje, man. Wat dan? Dat was toen jij ging kotsen. Wat dan? Die geluiden, hè? Ja, maar gewoon dingen in het algemeen. Gewoon. Toen jij ging... Ja. What's up, mensen? Welkom bij... Je moet even je eigen intro erbij doen, joh. Ja, dat moet niet aan. 8 uur. Nog even. Eeuw! Kijk, ik ken naar je hoofd, hè. Ik ga stuk. Ik ben zo stuk. Kijk jou. Ik ga gewoon door. Ik ga gewoon door. Ik ga gewoon dood jij. Dat je in de tv jou ziet. Ja, er is een slang op jouw rug. Gaat het? Kijk, ik ga zien maar weer, hè. Vond ik om jou. Kijk, Tina naar baby tv kijken. Oh, het helpt echt. Zo stil. Oké, okay guys, het is echt vet laat. Ik ben nog bij Saranda. De mannen zijn nog niet terug, dus ik ga je bij de vlog afsluiten. Want wij vallen zo in slaap. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Doei!